audio gedaan. We danken professor Verleden voor de nominatie die hij ons gegeven heeft om ook de Ice Bucket Challenge te doen. Uiteraard moeten we het onderzoek naar ALS ondersteunen, zij verdienen alle fondsen. Maar er zijn nog andere mensen die lijden en die we ook kunnen helpen. Maar daarvoor hebben we geen geld, maar organen nodig. En daarom gaan we een alternatieve Ice Bucket Challenge doen. We gaan namelijk met onze beide voeten hier in de ijsbox staan en laten we ons dan overgieten met vers ijs. Ik zou 3 mensen willen nomineren om hetzelfde te doen. Ten eerste onze minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, die verantwoordelijk is voor volksgezondheid en donatie in België. Ten tweede de heer Luc Colomby, verantwoordelijke binnen de FOD Volksgezondheid, ook voor orgaandonatie. En nummer 3, de nieuwe medische directeur van Eurotransplant, dokter Undine Samuel. Please, Undine, do the same. Van mijn kant uit, ik ga ook de challenge aan ten voordeel van ALS. Ik heb een aantal mensen gestrekt die ook dringend aan afkoeling toe zijn, namelijk professor Yves Debavey van Intensieve, dokter Philippe Neersman van de MIC, en dan een hele goede vriend van mij, meester Philippe de Reuze, die uit buitenshuis is en die absoluut niet wilde geselecteerd worden. Bij deze graag de challenge voor jullie. Dit is echt ijs. Oh! Are we ready, Anne? We are ready! We are ready! Yeah! We did it! Woehoe! Dat is best. We have an organism! Oké, veel succes! Ja? Ja. En is het al? Het is al gedaan.